Hallo allemaal, wij zijn Koen, Max, Martijn en Marley. Wij zijn studenten van ROC Nijmegen. En we willen Vincent graag wat vragen stellen over de blockchain. Oké, okay, prima. Heel mooi. Komt hier de eerste vraag. We beginnen een beetje met een nogal algemene vraag en dan bouwen we het een beetje op, laten we zeggen. De opzet van het project is trouwens, wij moeten in de toekomst kijken, zeg maar over 20 jaar. Dus de vraag is zeg maar hoe blockchain eruit ziet over 20 jaar. Wauw. Geen idee. Dat is de opzet. Ja, dat is wel de eerste vraag. Maar... is goed, dan gaan we nu beginnen. Hey, om even te beginnen, makkelijk te beginnen. Wat is blockchain technologie? Wat houdt het precies in? Ja, blockchain technologie is een manier waarop mensen die elkaar niet zo goed kennen of niet 100% vertrouwen met elkaar eens kunnen zijn over wat een bepaalde situatie nu eigenlijk is. Informatie waar ze allemaal op kunnen vertrouwen. Dus het is zeg maar een database, een slechte database overigens, maar wel een database waar iedereen eigenlijk over eens kan zijn wat daarin staat, dat zeg maar de waarheid is. En dat kan zijn geld, en dat kan zijn een register van wie welk huis heeft of wie welke auto heeft of wat voor product geleverd is. En daar heb je heel vaak, moet je over dat soort even dingen, moet je het eens zijn om met elkaar te kunnen werken. En dat kun je met een blockchain kun je dat doen zonder dat één persoon alle kennis heeft en die ook het vermogen heeft om dat te veranderen. In een blockchain worden informatie opgeslagen en dat is dan bijna onmogelijk om het daarna nog te veranderen. En dat blijkt in de praktijk heel erg interessant te zijn. Nee, met banken zie je dat wel heel goed, hè? Want geld is alleen maar een... eigenlijk geld is iets wat in een database staat. Als de ABN zegt dat jij 100.000 euro op je rekening hebt, dan heb je 100.000 euro. En als je 5.000 euro hebt, heb je 5.000 euro. En als het morgen de helft is, ja, dan moet je de bank vertrouwen dat dat zo is. En dat een huis van jou is en dat een auto van jou is. Of dat jij op een school een diploma hebt gehaald of dat je een cijfer krijgt. Nou, dat zijn allemaal dingen die moeten vastgelegd worden. En met een blockchain kun je dat doen zonder dat één school, overheid, bank, zeg maar de basis van die informatie. En dat is vrij opmerkelijk nog. Nou, duidelijk. Mooi. Hoe kan blockchain privacy beïnvloeden en hoe goed is deze privacy? Ja, een blockchain is een technologie die kun je gebruiken voor alles en nog wat. Die kun je positief gebruiken, die kun je negatief gebruiken. Mensen proberen gewoon te zeggen van, we moeten geen macht... Blockchain wordt vaak gebruikt door mensen zeggen van, we moeten geen machtsposities hebben. Dat één iemand alles kan beslissen. En dan kan dat voor privacy, kun je dat zodanig inrichten dat het daar goed in werkt. Want ik kan op een gegeven moment zeggen, nou, ik wil mijn informatie, mijn paspoort, mijn rijbewijs, mijn identiteit, die wil ik op een blockchain gaan neerzetten. En ik ben de enige die daar aan mag komen en die mag bepalen wie die informatie mag gebruiken. Nou, dan zou je dat zo kunnen inrichten dat de veiligheid en de privacy beter wordt geregeld. Hè, in plaats dat je dat laat doen door Facebook, die alle informatie verzamelt en daar zeg maar de baas over is. Maar het is in ieder geval zo dat het minder makkelijk wordt met een blockchain. Er kijken veel meer ogen mee. En als het er eenmaal in staat, kan niemand er iets mee veranderen. Dus het kan ook de privacy enorm bedreigen. Want als eenmaal daarin staat dat jij iets gedaan hebt, dan krijg je dat nooit meer. Dan is het right to be forgotten weer heel makkelijk of is weer veel moeilijker. Dus privacy kun je positief beïnvloeden met een blockchain of negatief beïnvloeden met een blockchain. Maar het is vaak... Het belangrijkste is dat de macht meer gedecentraliseerd wordt. En je kunt dan een blockchain inrichten dat de persoon zelf veel meer macht krijgt, maar dat kan ook anders ingericht worden. Top, helemaal goed. Wat zijn voordelen voor bedrijven qua blockchain? Blockchain is vooral heel erg handig als allerlei bedrijven met elkaar willen samenwerken. Als handel is gewoon zaken doen met elkaar en daar moet je het eens zijn over bepaalde zaken, want er gaat geld tussen bedrijven en geld wordt gewisseld op basis van of bepaalde diensten en bepaalde producten geleverd zijn. Nou, dan is het handig, dan heb ik informatie van, ik heb informatie, nou, bijvoorbeeld bij jullie op school. Jij hebt informatie dat je allerlei vakken hebt gedaan en je hebt ook een indruk hoe je dat gedaan hebt. Als op een gegeven moment bij de database van de school staat dat jij die vakken niet gehaald hebt, dan heeft de database van de school gelijk. En als jij op een gegeven moment zegt, nou, dat gaan we vervangen door een diploma systeem waarin
waarin informatie zoals een diploma op de database wordt, op de blockchain wordt gezet. En dan ben jij, dan zijn de school en jij het erover eens dat dat diploma is gehaald, dat wordt op de blockchain gezet. Dan kan de school het nooit meer veranderen en jij kan het nooit meer veranderen. Nou, met bedrijven is dat ook zo. Je moet het met elkaar eens zijn over wat voor contracten je afsluit met elkaar, wat voor producten je, om dat voor diensten je levert. Dat kun je op een blockchain met elkaar zeg maar opslaan. Je kunt dan zorgen dat iedereen die informatie kan verifiëren. Meestal ga je niet de informatie zelf opslaan. Je gaat niet een factuur of een video of een foto of een heleboel informatie ga je meestal niet in een blockchain opslaan. Want die kan dat helemaal niet. Die kan maar over het algemeen kleine hoeveelheden data aan. Maar je kunt wel zeggen, ik kan die informatie verifiëren. En als je dat, als het verifiëren van informatie, als dat makkelijk gaat, kunnen bedrijven heel makkelijk makkelijker met elkaar zaken doen en eerder allerlei transacties afwikkelen, terwijl ze elkaar niet helemaal vertrouwen, of misschien een beetje vertrouwen, of helemaal niet vertrouwen, dat je toch over eens bent, ja, je hebt mij dat toen geleverd en ik heb toen gezegd dat die informatie goed was, daar waren we het toen over eens en die informatie kan niemand meer veranderen. En dat is een groot voordeel, dat maakt zaken doen met elkaar makkelijk. Oké, klinkt goed. Ja. Maar zijn er ook veel nadelen bij bedrijven? Zijn er ook nadelen bij de opzichte qua bedrijven? Kijk, de blockchain is een manier om informatie op te slaan. Dus het is een database. Maar dan die database die is verdeeld over heel veel verschillende computers. En iedere computer heeft dezelfde informatie. Dus er kan nooit één iemand iets veranderen. Een paar nadelen. 1, er kan maar heel weinig informatie op die blockchain. Dus bijvoorbeeld de blockchain van Bitcoin, die kan elke 10 minuten 1 megabyte zeg maar opslaan. Weet je wel, 1 megabyte. What the hell? Weet je wel, dat is zeg maar, dat is 1 minuut muziek kan opgeslagen worden in die Bitcoin. Al die computers zitten heel veel moeite te doen om die 1 megabyte op te slaan. Die is ook hartstikke duur. Het kost duizenden euro's om die megabytes op te slaan. Dus ja, dat is echt alleen maar voor hele belangrijke dingen waar je echt eens moet zijn over. Dat doe je niet voor trivialiteiten. Verder is het ook nog een hele slechte database dat het heel moeilijk zoeken is. Je moet echt al die computers hebben, al die transacties, die staan daar gewoon. En als je iets wil zoeken, dan moet je door al die verschillende transacties heen gaan. Nou, het is ook allemaal niet erg handig. Dus wil je veel transacties doen, wil je veel informatie verzamelen, wil je op een gegeven moment zorgen dat het ook efficiënt is, dat het weinig energie gebruikt, dan is vaak een single database veel handiger. Ja, dus als Facebook al die informatie wil opslaan, is dat veel handiger dat Facebook dat doet. Of een healthcare insurance bedrijf dat echt miljarden records moet doen, dat er honderden miljoenen betalingen per dag gedaan worden, dan is de blockchain op dit ogenblik daar helemaal niet geschikt voor. Het is alleen maar voor heel klein, specifiek gedeelte is het handig. Belangrijke dingen waar vertrouwen belangrijk is tussen verschillende partijen. Ja. Dus over 20 jaar, want daar gaat het project eigenlijk over, hoe de blockchain nu is, zou dat het niet redden als alle informatie via de blockchain moest gaan? Nou ja, de blockchain die evolueert ook. Er zijn dus nu ook allerlei partijen die blockchains maken die dan iets anders heten, maar die zeg maar hetzelfde principe dat je gedecentraliseerd allemaal informatie hebt, die wel honderden miljoenen transacties aankunnen en die wel op een makkelijke manier wat grotere hoeveelheden informatie aankunnen. Dus wat dat betreft, deze technologie is in november 10 jaar oud. Hè. 10 jaar geleden heeft die Satoshi Nakamoto, wie die vrouw ook was, of man, dat weten we niet, maar die heeft dus dat paper geschreven van 7 pagina's. Hebben jullie dat paper überhaupt gelezen? Pagina's, heren. 7 pagina's. Dus echt, een van jullie moet dat paper lezen. En dat ook eventjes zeggen van, hé, ik heb het nu, dit is echt niet ingewikkeld. Dus dat is echt gewoon van, de meeste mensen weten niks van de bitcoin en niks van de blockchain. Willen alleen maar weten wat ze moeten kopen en wat ze moeten verkopen. En willen helemaal niet begrijpen hoe het werkt. Ik vind dat het in ieder geval bij jullie vak hoort dat je dit ook eens even leest. Ja, en dat je dat dan begrijpt. En dat is echt in normale termen is het uitgeschreven. Dat het inderdaad gedecentraliseerd is. En dat er dan over die hele crypto, over dat encrypten van die informatie. Nou, dan hoef je helemaal niet zo diep op in te gaan. Maar je moet wel begrijpen hoe de basis werkt. En die wordt nu gigantisch snel
wordt dat nu verbeterd, die technologie. Dus over 20 jaar kan het best zijn dat gewoon een grote dat er een grote blockchain database met heel veel informatie en dat er allemaal verschillende niveaus zijn. Kijk, op het ogenblik is het zo dat de meeste blockchains, als je daar twee keer zoveel computers aan toevoegt, dan kan die nog net zoveel transacties aan. De blockchain, de Bitcoin blockchain kan 7 transacties per seconde aan. Ik ga nou 10 keer zoveel computers meerekenen, is het nog steeds 7 transacties per seconde. Het is natuurlijk veel handiger dat je een systeem maakt, als je 2 keer zoveel computers eraan wijdt, dat er dan 2 keer zoveel transacties mogelijk zijn. Of dat de blokken veel groter kunnen worden. Nou, daar vindt heel veel discussie en heel veel innovatie plaats. Want ja, 10 jaar geleden was er een paper geschreven. De eerste 8 jaar is er niet zo ontzettend veel gebeurd. 2015 is Ethereum erbij gekomen. En nu zijn er opeens duizenden soorten van blockchains. En er verzint iedereen iets beters op elk ogenblik. Dus het is wel een heel mooi zichzelf snel ontwikkelend vak en technologie. Dus wat dat ding over 20 jaar is, dan is het niet compleet anders. En wat speelt de rol van cryptocurrency qua betaalmiddel later, denkt u? Nu of wat? Of later? Waar het opkomen gaat, zeg maar. Ja, ik denk, je krijgt een ontkoppeling van, net zoals een ontkoppeling van kerk en staat hebben gehad, is nu ook een ontkoppeling van money en staat. Dat hadden we natuurlijk al, omdat eigenlijk de meeste banken die creëren gewoon zelf hun geld. Maar dan heeft de staat nog een beetje overzicht en de brand die gebruikt wordt, de euro, die is nog onder controle van iemand anders. Maar nu kunnen mensen hun eigen geld maken en hun eigen betaalsysteem. Net zoals Airmiles natuurlijk ook gewoon een of andere vorm is van loyaliteitsbetaling en hebben mensen tegoedbonnen en kunnen bedrijven eigenlijk ook geld creëren. Maar nu kunnen ze dat ook makkelijk met een naampje erbij doen en zullen er heel veel nieuwe soorten geld gaan komen die voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. De ene is weer hartstikke goed voor gaming, de andere is goed voor internationale business, de derde is weer heel goed voor Internet of Things om dat bij te houden. Dus er komen nu allemaal verschillende muntjes die voor bepaalde doeleinden gebruikt kunnen gaan worden. En dat maakt het minder overzichtelijk, maar het maakt het ook gewoon heel erg flexibel. Dat betekent dat er in plaats dat er een paar grote partijen zijn die het geld beheren, dat er veel meer partijen aan het komen zijn die zelf hun eigen geld maken, dat uitdelen en die het dan ook een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Dat is super interessant. Wat is de rol van de derde partijen dan in dat opzicht? Want de banken, bijvoorbeeld de notarissen, zullen die dan over 20 jaar bijvoorbeeld nog zijn? Toevallig had ik gisteren weer een affaire met een notaris en die moest dus mijn handtekening legaliseren. Dus dan moet je naar zo'n man toe en dan moet je je rijbewijs laten zien en een handtekening zetten. En dan gaat hij een document maken en 60 euro rekenen om mijn handtekening te verifiëren. Die ik dan weer naar een andere notaris stuur die dan weer een of ander bedrijfje gaat oprichten met een paar mensen. Wat een afgrijselijk systeem. Wat een gedrocht van een systeem. Dat is echt nog een beetje paperwork. Al die notarissen hebben zelf allemaal digitale handtekeningen. Die kunnen elkaar laten weten dat het wel is. Nou, en dat moet ook gewoon. Dat is wettelijk gezien al niet meer nodig. En dat moet ook gewoon binnen 5 jaar afgelopen zijn. En maar er zitten nog wel allerlei rollen. Bijvoorbeeld. Je ziet meteen dat er third parties komen die een andere rol doen. Bijvoorbeeld, we hebben nu met Bitcoin, heb je dat je eigen geld kunt creëren. Hebben jullie al eigen Bitcoins? Nee. Ja, ik ben naast nog 17, dus dat mag niet. Ah joh, je downloadt JAX, J-A-X-X, en je stuurt mij even jouw banknummer, dan stuur ik jou wat Bitcoin. Ja, dus dat is echt gewoon van, dat is onzin. Je kunt prima zonder 17, je downloadt 1 appje, J-A-X-X. En dan krijg je meteen, dan zeg je, ik wil een bankrekening hebben van Bitcoin, van Ethereum, van Litecoin. En dan stuur je mij het nummer van jouw Bitcoin-rekening en zet ik er meteen wat geld op. Dus dat is echt, dan zie je hoe makkelijk het is. Want je moet niet altijd over 20 jaar gaan praten als je gewoon geen idee hebt wat de hel het nou eigenlijk is, überhaupt. Weet je wel, ik heb 1,5 Ethereum ongeveer. Heel mooi, nou, nu. Prima. En wanneer heb je ze gekocht? Ja, net weer eigenlijk. Oh, net weer, oké. Ik heb gisteren Verge gekocht, die heb ik weer verkocht en die heb ik alles in Ethereum gegooid. Heel goed, oké. Dus in ieder geval, je moet een beetje dus dat geld heen en weer sturen naar elkaar en zien, verdomd, inderdaad, dat geld gaat bij mij weg, komt bij hem binnen. Je kunt er eigenlijk niks aan doen. En het aardige is dan dat jij dan zelf het geld beheert. Jij beheert je eigen geld, je hebt geen bank nodig. Maar wat zie je nou als je dan
wie allemaal dingen wil kopen en bijkopen en verkopen, dat je dan heel gauw naar zo'n exchange gaat. Dan heb je weer zo'n nieuwe third party, waar je allemaal munten kunt kopen en verkopen. En die kun je dan ook laten staan. Die bewaart dan ook eigenlijk de sleutels, de wachtwoorden van jouw geld. En dan heb je zelf één username paswoord. En als je dat kwijtraakt, dan kun je bij die third party weer dat paswoord terugkrijgen. Terwijl als jij gewoon je eigen munten bijhoudt en je raakt je wachtwoord kwijt, je private key, dan ben je het geld kwijt. Dan is het voor eeuwig is het verdwenen. Dus er zijn voortdurend allerlei third parties die dan weer komen om dan weer iets te doen. Dus je maakt je eigen geld en daar doe je dan een slim contractje, zet je daarop een smart contract. Nou, dan komt er weer een third party die kijkt of jouw slimme contract, wat je eigenlijk wil doen, of dat wel klopt. Nou, dat is dan weer een partij. En of die houdt dat in de gaten of alle transacties eigenlijk wel redelijk zijn. En als er een foute transactie komt, dan signaleert hij dit. Dus de ene third party gaat weg en de andere third party komt weer omhoog, maar die doet iets anders. Oké, top. En dan iets totaal anders, maar wat kan de overheid te maken hebben met de blockchain? Nou ja, heel simpel, er zit heel veel, de overheid is de hoeder van heel veel informatie. Dus wat is de belangrijkste informatie die een overheid beheert? De identiteit van jou. Dus die heeft zeg maar het bevolkingsregister. En daar krijg je dan je paspoort en je rijbewijs. Nou, dat is een register wat de overheid beheert. Allemaal verschillende gemeentes die hebben allemaal registers. En dat wordt allemaal weer samengevoegd. Er zit allemaal weer verschil in. Dat zouden ze kunnen opzetten op een nieuwe manier met een blockchain. Wat niet gehackt kan worden. Toch openbaar is, vrij transparant. En wat je dan ook nog kunt laten beheren door de burger zelf. Of de burger kan dat dan pakken. En die kan dan bijvoorbeeld zeggen, nou, ik heb de identiteit van de overheid, is mijn paspoort, het bevolkingsregister. Daar voeg ik aan toe mijn identiteit die ik op LinkedIn heb, die ik op Facebook heb, die ik op school heb. En ik kan langzamerhand kan ik een mooie grote identiteit maken. Nou, dat is het anders inrichten van mensen. De tweede hebben ze ook gebouwen en ze hebben auto's en ze hebben onderwijssystemen. Al die informatie kan ook in een blockchain worden opgezet. En dan kan het niet gehackt worden, kunnen mensen mooi samenwerken met elkaar. En dan kunnen ze dat op een hele andere manier oprichten dan ze op het ogenblik doen. Het zijn allemaal hele dure registers, zo'n Kamerverkoophandelregister. Het zijn allemaal gigantisch dure databases die eigenlijk heel inefficiënt zijn en die anders kunnen. Vervolgens dan bijvoorbeeld zou je kunnen zeggen stemmen. Stemmen is ook een belangrijk iets van onze democratie. Nou, dat zouden ze ook gewoon testen mee met... Dat dat via de blockchain kan. Dat je enerzijds privacy hebt en anderzijds transparantheid. En er is een website. En dat is blockchain. Als je zoekt op blockchain, spatie POC, spatie overheid. Dan krijg je een website waar 50 of 60 blockchain testen mee staan bij de overheid. Dat je ziet dat ze met vergunningstelsels, Met stemmen in Enschede, dat er overal dingen gedaan worden met die overheid. Dus die kan er een hele bak mee doen om gewoon die informatieverspreiding, vastlegging en ook verandering, dat ze dat goed op een goede, betrouwbare manier kunnen neerzetten. Oké, top. Nou, volgens mij zijn dit alle vragen. Dus zijn we een stuk verder gekomen met ons onderzoek. Oh ja. Heel mooi. Even kijken, dan zet ik nog even blockchainpilots.nl. Dat is dus de website van dat is de website waar al die testen in zitten. Blockchainpilots.nl. Ja. Okay. Yes, dank wel. Ja, en wat denken jullie nou zelf van die blockchain? Mij lijkt het op zich wel goed als er meer wordt gebruikt. Jammer dat er dan zo weinig in kan opgeslagen worden. Dat het zo sloom gaat, zeg maar. Ja, het is sloom en er wordt weinig opgeslagen. Maar weet je wel, als elke transactie is van hey, dit huis is nu van jou, dan is dat helemaal niet erg dat er weinig gebeuren. En op het moment dat het gaat over stemmen, dat zijn ook belangrijke dingen, dan dat soort aantallen kan ook prima. Je moet het niet gebruiken om je mp3 in op te slaan. Of je video's of dat soort dingen. Maar het gaat over transacties. Iets gaat van de ene persoon naar de andere persoon en dat wordt vastgelegd. En ik denk dat die technologische limitaties best, over 5 jaar is dat weer compleet anders. Het gaat zo hard en zo snel. Dus maar het gaat over inrichtingen van bureaucratieën. Bureaucratieën en allerlei processen die van de een naar de andere gaan,
Voordat bij jou een cijfertje in de. Voordat bij jou een cijfer van een vak of een diploma in een database wordt opgeslagen, moet er heel wat gebeuren. Nou, dat kan een stuk efficiënter worden ingericht en dan is dat goedkoper en werkt het beter voor iedereen. Ja. Maar leuk dat jullie er een vak over hebben. Wat is het vak ook alweer? Ja, we hebben een project, heet Trends and Topics. En die moeten gewoon onderzoek doen naar een bepaald onderwerp. En aangezien dit veel nieuws is, dus de cryptocurrency en dergelijke, vonden wij het leuk om ook blockchain onderzoek te gaan doen. Mooi. Aangezien wij marketing en communicatie doen. Ja. En wie interview je nog meer? Alleen nu. Ja. We hebben de 4 gemaild en u bent de enige die tot nu toe heeft gereageerd. Aha, oké. En die dus nu weer inderdaad 20 minuten vragen heeft beantwoord. Nou, mooi. Ja. Dat is goed. Ik zet het online. Dan kun je dat op Vincent Everts, youtube.com/Vincent Everts kun je het volgen. Ja, en dan kun je het ook gewoon daar even wijzen in je werkstuk. Bedankt, heren. Bedankt voor uw tijd. Graag gedaan. Ja. Fijn Koningsdag alvast. Ja. Jullie ook, jongens. Hoi. Hey.